Welkom bij Stoorzender. Stoorzender. Dit is het programma waarvan jongeren zelf de inhoud bepalen. Montages en camerawerk gebeuren enkel door jou en je leeftijdsgenoten. TV Limburg is nu van ons en dat laten we zien op onze eigen gestoorde manier. Klaar voor gestoor? Here we go. Stoorzender. Vandaag in Stoorzender. Stoorzender is helemaal terug. Met deze keer een melige terugblik op de voorbije zomer. Wat was die toch zalig. Manuel is een jongen met een passie voor video. Limburgers Lisa en Richard maken het Kotteklein in Gent. En wat leerden we vandaag van DJ Ruud? Stoorzender. Mijn hoogtepunt van de zomer was sowieso Pukkelpop. Het is het festival van het jaar voor mij. Ik kijk er echt het hele jaar naar uit en ik ga er ook heel lang voor werken om mijn ticket te kunnen betalen. En dan is het natuurlijk 3 dagen of 4 dagen lang feest natuurlijk. Mijn favoriete artiesten die antwoord heb ik gezien op de mainstage was echt wel het hoogtepunt van het jaar. Ja, natuurlijk, de geweldige sfeer die er hangt op dat festival, dat is gewoon nergens anders hetzelfde. Vrij lastig, dat laatste restje Nutella uit de pot schrapen. Je kan beter een beetje melk opwarmen, de warme melk in de pot gieten en dan... En je heerlijke hazelnoot chocolademelk is klaar om te serveren. Nice! Welkom in de feesttent. En welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesttent. Iedereen kent iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feesttent. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesttent. Was het elke avond maar een feestje zoals hier. Dit wordt hakken, lachen, denken, rammen, zwangen, vlammen. Dit wordt hakken, lachen, denken, rammen, zwangen, vlammen. Shirt en dansen op die foute hits. Stuk gaan, vader shit, die dat alle water is. In de polonaise en we zingen samen. We willen meer bier sneller. We willen meer bestellen. We willen meer bier sneller. We willen meer bestellen. Welkom in de feesttent. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesttent. Was het elke avond maar een feestje zoals hier. In Stoorzender brengen we ook nieuws. Deze studenten zijn nog volop in opleiding, maar speciaal voor ons geven ze nu al hun eigen kijk op de actualiteit. Op de kermis in Hasselt zijn er 175 attracties. Enkele daarvan worden uitgebaat door jongeren. Bij de G-Force is opvolging verzekerd. Tommy Jansen droomt van een kermiscarrière. Ik ben Tommy Jansen, ik ben 22 jaar en ik werk al van mijn 18 jaar op de kern. Dat zit erin en je wordt erin geboren. Dat me altijd geïnteresseerd. Het zit in bloed. Dat is die van mijn vader en in deze attractie ben ik geïnteresseerd voor over te nemen. Dus probeer ik zoveel mogelijk daar mijn kennis uit te halen. Opbouwen, afbouwen, open doen, sensatie maken. Proberen uw best erin te doen. Al mijn vrienden zijn tot nu toe voor de kermis gekozen. Ja. Niet iedereen is even vastberaden als Tom. Sommige jongeren helpen hun familie een paar keer per jaar. Ik ben Hanne en ik werk bij de eentjesvissen. En ik ben 15 jaar oud. Ik doe het eigenlijk maar één keer per jaar, een paar dagjes, om mijn tante te helpen. De toekomst van de kermis is verzekerd omdat enkele jongeren de stil willen voortzetten. Ik kwam niet meer in die ronde, zetten wij, kunt u mee. Ik kwam booster, booster, zomerzicht. Mijn hoogtepunt van de zomer was het speelplein waar ik de hele maand juli bij heb gezeten in Helchteren. Dat is ja, heel leuk om daar te doen. Ik doe dat al 3 jaar. En dit jaar was het ook weer een heel geslaagde editie, omdat je ook weet dat je ervoor gezorgd hebt dat de hele maand juli de kinderen zich hebben kunnen amuseren. Ik heb zelf bij de 5-jarigen gestaan, dat zijn de allerkleinste. Er was zelfs een kindje verliefd op mij. Daar heb ik bijna een huwelijksaanzoek van gekregen. En ja, dat is ja, gewoon heel fijn om te weten dat die kinderen echt heel dankbaar zijn dat je zoveel voor hen kunt doen eigenlijk. Hey! Hallo! Ik ben Richard. En ik ben Lisa. En welkom op ons kot. Vandaag hebben we, jammer genoeg, een klein probleempje. Namelijk... Ik ben een muis! ben Manuel, ook wel gekend als de videoguy. Ik ben ondertussen al 5 jaar bezig met een redelijk uit de hand gelopen hobby. Als videograaf, op feestjes, op events, op alles waar ze mee nodig hebben. Ik heb mezelf eigenlijk alles zelf aangeleerd. Ik ben gewoon beginnen prullen met een camera, kijken wat de knopjes deden, wat de functies deden, welke effecten een bepaalde setting gaf. Sinds mijn eerste filmpje is gewoon het volgende verzoek binnengekomen van hey Manuel, we hebben je filmpje van toen gezien, wilt je bij ons ook niet komen? Toen in één keer 45 contact met mij opnam van hey Manuel, we hebben je werk hier gezien, kom je voor ons ook niet wat filmen? Toen ben ik voor 45 beginnen filmen. En sindsdien sta ik ieder weekend in de 45 voor iemand te filmen. Dit is dus mijn kot. Het was vroeger een garage, maar we hebben die in twee gedeeld met een muur. En dat is nu eigenlijk mijn werkplek waar ik mijn video's monteer en mijn creatieve processen in gang zet voor mijn aftermovies. Al het denkwerk, dat gebeurt allemaal hier. Tevens is er een soort opslagplaats voor al mijn materiaal. Alles ligt hier bij de hand. Ik kan gewoon hier mijn rugzakje maken en vertrekken. Dus wat gaat er allemaal mee? Een avondje filmen. Om te beginnen. De camera zelf met een standaard lensje, niet onbelangrijk. Extra batterijen om de avond door te komen. Een audiorecorder, mochten we live captatie willen doen of een interview willen afleggen. Een zoomlensje, een lichtsterk lensje en we zijn klaar om te gaan. In een montage let ik vooral op het groter geheel eigenlijk. Een filmpje moet een soort mini-verhaaltje zijn van de avond. Als dat gewoon een ophoping van beelden is, gaat er ook geen verhaallijn in zitten, gaat dat niet interessant zijn om te zien. Dus je moet altijd beginnen met wat opbouwende beelden. In het midden zo wat het heftigste van het feestje en dan terug stilletjes uitbollen naar het einde toe. Ik ga nog even verder monteren en dan kunnen we het eindresultaat eens bekijken. Ik zou er mijn job niet van kunnen maken. Dan ben ik mijn hobby kwijt.